U maakt uw tas al open, zie ik. Ja, ik maak de tas open. En, ja. Ja. Dan komen de bewijzen aan tafel. Ook allemaal. Ja. U staat in principe staat er geen interviews toe, dus op zich ben ik best wel blij mee dat u bij ons aan de tafel zit. Oh, ik ben ook dankbaar dat u mij inviteert eigenlijk. Ik heb dat graag gedaan. We moeten even met de microfoon. Ik heb graag gedaan. Ik ben even goed met de genoegen neem ik het aan wat u aanbiedt. Goed zo. Nou, we gaan even proberen voor de mensen thuis te schetsen wat er nu aan de hand is. U bent eigenaar van een pand in de Vughterstraat. Ja. Dat is inmiddels erg bekend, want er staat al 20 jaar staat dat, zeg maar, een beetje te verloederen, te verpauperen. Er gebeurt weinig mee. Dat is 20 jaar geleden, als ik me niet vergis, in 1975 gekraakt. Ja, wat u zegt is juist. Het is voor het, het was tot 1975 was het in gebruik bij Nicholson Fine. Dus die had het van mij eigenlijk van 69, om het zuiver te zeggen, bijna 70 tot 80 gehuurd voor 10 jaar. Met 5 jaar met 5 jaar optie. Hmm. En de laatste 5 jaar hebben zij, zoals dat bij optie kan, daar geen gebruik van gemaakt. Ja. En daar is dus dat hele pand is in 70, waar ik u ook dan een ding van wil overleggen, een gerestaureerd door mij eigenlijk, want dat huis had gewoon, was intact, stond daarvoor niet lang leeg. En in 70 leg ik u over, schrijf ik ook, heb ik aangevraagd, subsidie op de voorgevel. Een van de eerste was ze zeggen, wij zijn dankbaar dat u dat gebouw, zijn blij dat u daar een bijdrage krijgt voor restauratie van de voorgevel. Ja. En de hele andere verbouwing, die vrij ingrijpend was, je moet niet vergeten, dit was vroeger de Vughterdijk, 74. Mm. En sinds 50 jaar, dat is Vughterstraat, en heeft het dan een andere nummering. En in die tijd was daar niet eens riolering, wat onbeschrijfelijk was van het gemeentebesturen. Mm. Niet voor te stellen dat daar geen riolering is. Ik wil even naar het moment. U wilt naar het nieuwere toe. Ik wil naar het moment dat het gekraakt is. Dat het is toen twee keer kort achter elkaar gekraakt. Dat is dus doordat die optie geen gebruik werd gemaakt door Nicholson Fine, die daar ook een grote investering heeft gedaan. Dus dat was voor 1,5 ton aan verbouwd. Ja. Benevens de gever. Dus voor die het heeft een tijd lang leeggestaan en toen is het gekraakt. Toen is het in eind 74, 5 jaar na 69, wat ik zeg, dus bijna 75 dan, eind de laatste maanden, is het in 75 de eerste kraak geweest die alles bij elkaar, zeer hardnekkig was voor die tijd. Want had de politie daarbij. Hoe lang heeft die kraak toegeduurd? Nou, maar enkele uren. Oh. En ik zou haast kunnen zeggen, de woorden van, en er werd niet geslagen of fantasie, dat was iets ongelooflijks, dat het woord drie keizers met de twee andere meisjes gaan, daar toch al toepasselijk is. Ik heb er nooit geen keizers gezien, maar dat je dat kon zeggen, dat was wel heel toepasselijk, drie keizers. Het is met 25 man kraak die erin staan. En u bent met 3 mensen? En met 3 mensen, ja. Dat is iets voor je petje af te nemen. Wie ben de knokploeg? Wel, nee, zo'n luggers. Dat zou ook niet kunnen, want er was politie en alles. Ja, ja. Dat zou niet. En klaar ligt een dag op een zondag, gezondheid. Ja. Ja. Nee, zijn leugens geworden. Toen was het pand niet verrenoveerd, toen is er niks gebeurd. En dat was er kort voor. 1981 is het de tweede keer gekraakt, toen is het fout gegaan. Toen was dit pand dus, werd die Vughterstraat steeds meer. Een bos was een van de slechts bekende staande plaatsen van heel Nederland. Ook op kraak overtrof het. Amsterdam is een grote stad die 10 maal zo groot is. En daar had men het kraak overwegend bij leegstaande andere soort gebouwen, hè, overheidsgebouwen. Ja. Ja, wat interesseert mij een kerk of een overheidsgebouw? Niets. Ja. Dat is geen privaat bezit uiteindelijk. Hè. Ja. En hier was dit natuurlijk een aantasting van een Partij van de Arbeid die op die wijze zijn macht wou laten zien. Die wou graag in de regering komen, dat was mee het doel natuurlijk. Nee, maar is het pand toen je kijkt naar de Partij van de Arbeid? Nee. Maar de toenmalige aanhangsgenre, die gaven daar geen bescherming aan. Ja. Daar ging het om. Ja. Dus dat was de kwestie. Maar je kunt niet zeggen formeel, maar men stond ook gewoon op elk gebied wat ik wel wist. Wat je naderhand 20 jaar, 10 jaar later moet horen van de politie van Amsterdam, die het altijd beter weet. Dat zij gewoon in verbinding stonden met portofoons. Een duur zaakje, vandaag een vrij ordinair iets. Maar in die tijd zo'n portofoon kostte wat centen. Wie stond in verbinding met wie? Ook de krakers, met politie.
Die waren gewoon opgeroepen. Politie werd geholpen. Ja, politie hielp me graag. Ja, die werden opgeroepen. Ja. U had in die tijd... Dat, zo ging dat, dat wist ik toen. Nee, u had in die tijd, had u ook spionnen tussen de krakers zitten? Ja, dat is interessant wat u zegt. Dat de vreemdgaan... Die infiltranten. Ja, die had daar ook verraders onder. En het grappige was dat die tweede kraak, die dus tot de totale vernietiging heeft geleid, dat daar 300, vergeet niet, in het huis aangebracht, dat zegt natuurlijk doodzonde, 300 meter pakket is opgestookt. Centrale verwarming aangedekt. Dat huis is nooit zo geweest in die staat door die Nicholson-vuil en ik verdisconteerd in mijn overeenkomst als het toen voor zo'n oud pand was. Maar toen die kraak was op een gegeven moment afgelopen. Ik wou even zeggen dat die infiltrering was als volgt. Dat ja. Dus bij die tweede zaak kwam helemaal geen ontruiming of wat ook te pas. Men gaf dit pand vrij omdat men geen elektrisch meer kon stelen. Bij wijze van spreken, want dan moest men toch ook op leven, op gas en elektrisch. Ja. Dat werd wat moeilijker of was een beetje bemoeilijkt. En dat liet men ook vaak toe in die tijd. En toen kreeg ik ook van infiltrant ook de mededeling dat het om 8:00 vrij zou zijn. En dat ze eruit trokken, de aftocht bliezen. En toen heeft het nog even, wat eigenlijk natuurlijk uitwendig het meest erge is, maar het staat natuurlijk in geen enkele verhouding, dat verloeder af, dat vuiligheid die erop is. Staat eigenlijk alleen maar een gevel, hè? Oh, ja, laat ik even komen. Nee, hebben die krakers dat gedaan? Hebben die krakers dat afgebroken, dat pand? Ja, alles was vernield van, was dus, alle daken waren kapot gemaakt, alles was eruit geslagen, sanitair, alles was kapot. En wanneer zo'n huis natuurlijk ook wat moeilijker onder een dak zat, zo'n oud pand dat 40 meter diep is, als je daar maar iets aan daken krijgt, dan valt dat niet mee. Maar ik wou even zeggen, toen kreeg ik dus bericht dat het om 8:00 vrij was. Ik rijd er ook met mijn wagen heen, dus er was helemaal geen samenloop. En toen heerde ik zo'n politieman, of wat noemen we dat, politieman aan. En die zei, hier, daar zie je die vette verdikte, maar daar die gevel is meer. Hij zegt escalatie of dit of dat van gevaar. Ik zag er tussenuit te komen. Er was niemand als de man die dat er dan opschilderde, wat er nu op staat. Wat er nu nog op staat? Ja, en er was in die straat, het was meen ik in augustus 3, als ik het goed zeg, augustus. Ja, je kunt haast niet minder mensen hebben. De politie stond aan de kant van de kraak. Ja, die stond erin en die zag dat hij... Dus heel wat anders. Ze zegt, dus een oploop, dan kan hij gevochten worden. Ja. Hij hoefde die man maar van de trap af te roepen met zijn verfpot. Hij deed niets. Nee. Hij trok het tussenuit. Dus hij was daar eigenlijk mede verantwoordelijk voor. Zo inmiddels staat het pand, meneer Margraaf, 20 jaar beklad in de Vughtstraat. Beklad moet je zeggen 10 jaar. Nou, van 81 staat het daar beklad. En dat is mijn ding. Overal heb je bij Nationaal Socialisme en andere dingen ziet zo gauw mogelijk de drek van zijn eigen drek op te ruimen. En daar zie ik ook een verbinding in vandaag. En bij mij is het wat er staat, staat er. Dus net als Pilatus wat ik geschreven heb, dat is het Romeinse begrip. Nou, je komt er niet op terug op zo'n woorden. Zoals ik geschreven heb, heb ik geschreven. Ja, precies. Dat is mijn visie ook. Wat staat, staat er. Ik heb geen maar... U mag me niet euvel duiden als ik u zeg dat u bekend staat in de volksmond als iemand die de zaken laat verloederen. In Vught hebt u een pand bij uw woning in die zeg maar... Ja, maar daar hebben we hetzelfde. Nee, u hoeft niet uit te leggen, maar dat is de volksmond. U laat zaken verloederen. Dat pand in de Vughtstraat staat al 20 jaar of 10 jaar te verloederen. Ja, maar er is een geweldig... Maar waarom doet u dat? Nou, dat is toch geweldig als eenmaal een pand zoals daar totaal vernield is, dan is het niet... erg verantwoord, moet je begrijpen. Dus heel wat anders, persoon die er woont, die gaat onmiddellijk als eruit kapot zijn de volgende dag maken. Maar als een pand leeg staat, leert men door de ervaring, dan kun je niks bereiken om dat te maken. Dan is dat dus goed geld naar kwaad geld. Dat is dat niet verantwoord, daar bereik je niks mee. Dus maar dat, nu hebt u... En dat, heb je, dat is dus het gevolg geweest, wat wij in Nederland hebben, wat natuurlijk bespottelijk is, dat het in een oorlogstijd of in een naoorlogse tijd, wanneer je vorder van woonruimte hebt of van voedsel, dat is in elke economie, ongeacht van welke partij, natuurlijk verantwoord. Maar dat je vandaag voor huren, huurbeschermingen, je moet het maximale gebruik van een woning hebben. Je hoort een huis als het ware te kunnen verhuren. Als sorry dat ik dat zeg, maar ik vind dat nogal een vergelijk hoor. Hoe zo'n vergelijk? Wat u nou, die vergelijking die u maakt in de huidige tijd. Ja, moet je dus een huis voor vergelijk met elke de nazi-tijd. Het opeisen, het vorderen van het. Nee, dat ging heel anders. Dat werd gevorderd en dat werd intact gehouden. Ja, maar daar kun je nu toch niet meer over spreken? Nee, maar dat men dus huurbeschermingen legt op gebouwen. Een gebouw moet
op alle mogelijke wijze zoveel mogelijk gebruikt worden. Hmm. En dat is vaak voor de eigenaren niet mogelijk, omdat ze daar aan langdurige huurovereenkomsten vastzitten. Dat is een nadeel eigenlijk van het... dan heb je het even over de rechtsorde. Dat bedoel ik er eigenlijk. Daar heb je sowieso in de oorlogstijd moet je het natuurlijk nooit vergelijken met... Maar ik wil even naar deze, ik wil even naar de huidige tijd, want... De tijd ontbreekt ons om daar erg lang over uit te wijden. Maar wat ik met u over wil hebben is dat u eind vorig jaar hebt u een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Den Bosch voor het pand in de Vughtestraat. Juist. U hebt bouwvergunning gekregen. Ja, dus ik kreeg eigenlijk wat u daar krijgt, die brief, dat zeg maar, in, om even daarop aan te haken, in 70 is die voorgevel gerestaureerd, dus toch niet meer als goede wil. Maar in eind 90... En dat er in 90... Dus 10 jaar later, of 20 jaar later, komt een brief... vergunning komt het, nee, even kom ik erop terug, zoals daar. Ja. Komt een brief van de gemeente, heel fatsoenlijk. En die schrijft in diezelfde trant, op 20 maart dit en dat, is u een bouwvergunning verleend. Ja. Het plan heeft ook de instemming van de Rijksdienst Monumentenzorg. Ja. Wij hechten er bijzonder veel waarde aan dat het pand gerehabiliteerd wordt. Dus rehabilitatie, restauratie. Ja. En daarbij zal de voorgever van het monument, in elk geval cultuurhistorische waarde krijgen, dit en dat en dit. Ook de kapconstructie. Wij zijn bereid... dit en dat voor dit pand, het stadsvernieuwingsfonds, en ze zouden het graag zien dat dat vernieuwd wordt. En bieden mij... Dat dit en dat vul ik dan even in. 200.000 gulden heeft de gemeente u geboden aan het stadsvernieuwingsfonds als u het pand gaat verbouwen. Ja. En dus zeggen waarom gebeurt het dan niet, meneer Marga? Dat gebeurt daarom niet, omdat op dat grond ten eerste de solvabiliteit van de gemeente, laat ik eens even bij het beschouwen, niet nou ook al betwist, maar bij die 200.000 gulden schrijft zij... U krijgt 200.000 gulden. 200.000 gulden is een enorm bedrag. Ook op het eerste ogenblik hebben we er ook onmiddellijk werk van gemaakt. Ja. En dan stelt zij het nog sterker ervan uitgaande dat de bouwkosten meer dan 4 ton zijn. Nou ja, zeg dan dat het tegenvalt 14 is of wat ook. Dan blijft dat toch, nog dan kun je zeggen wat er dan in het verleden is, volkomen reden om daar werk van te maken. Dat is ook door mij onmiddellijk gebeurd. Dat is onmiddellijk gebeurd, maar... De hele kwestie is en een opdracht gegeven aan, of de mensen een bestek gemaakt, of liever gezegd een begroting gemaakt van de aannemer. Ja. De weten bekende de Bond, om het maar kan het rustig noemen, die ook vroeger die gevel gerestaureerd. Dat was voor mij de meest voor de hand liggen, omdat die uit de vroegere transactie kende. En toen bleek natuurlijk al gauw, dat heeft niet met meneer Bond te maken, dat die kosten daarvan waren 551, om het zuiver te zeggen, waar ik al de bestekken had, direct werk van heb gemaakt. Oh, de verbouwing had 550.000 euro gekost. Plus 18% is 650. Ja. Benevens de door mij gemaakte kosten, 10.000 gulden legers, afbraak van boel die daar noodzakelijk. Maar de gemeente draagt daar 200.000 gulden aan bij? Dat is weinig, Vindt u dat weinig? Ten opzichte van 7 ton. Dat is enorm weinig, Dus dat ligt in de gewone... Dat is de reden dat u nog steeds niet aan het bouwen bent? Nou, dat ik daar natuurlijk eens even ga bekijken. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk een gebouw wat volledig intact is... Hmm. En wat niet door mijn schuld verloederd is... maar wat totaal kapot geslagen is... en wat ook in die tijd even goed bruikbaar was... op een andere, minder compacte wijze... Hmm. En waar ook dus 2 ton ingestoken was. Ik 10 jaar geen opbrengst hebben gehad... en dat ik dan vandaag daarin moet steken... ongeveer de waarde die het normaal heeft. Oh. Dat is nee, maar goed, u bent daar niet mee eens, hè? De gemeente heeft een bouwvergunning van 200.000 gulden. Vindt u het dan gek dat meneer Jarenslaw van de Partij van de Arbeid... een tijd geleden voorstelde bij burgemeester en wethouders, onteigen het maar. Dan zijn we van al dat... Ja, maar daar zit men natuurlijk met dat grote woord. Ik meen dat u dus net in de zaak Stienstra heeft gesproken. Ja. Stienstra is ontstaan door mij in West 2... En daar leg ik u ook dat schrijven, haak ik bij in, van een brief. Een mooie brief van een gemeente kan zo niet optreden tegen een eigenaar van 61. En daar bedankt ze mij, waar in West 2 ik de grote procedure won op eigendomsgebied, waar ik ook trots op mag zijn, te weten dat je niet kunt onteigenen. Dan moet maar de eigenaar zelf in verzinnen. Antwoord nu eens op mijn vraag. Ja. Vindt u het gek dat na 20 jaar procederen, een bouwvergunning afgeven, 200.000 gulden aan het stadsvernieuwingsfonds, de gemeente, op voorspraak van meneer Jaarsma, zegt, het is nu afgelopen, onteigenen die zaak. Vindt u dat reëel? Nou, het is niet na 20 jaar, het is na 10 jaar. Na 10 jaar. Dat is wel even anders. Het is een stadsgezicht, het is een hele bekende straat hier in de Mos. Ja, maar de hele voorgevel... Vindt u het reëel of vind je het niet reëel? Nou, ik vind de wijze van handelen... van een Jagersma, ik ken de hele Jagersma niet, maar die is dan een PA-man, dat interesseert me weinig. Maar PA, waar de Partij van de Arbeid,
En die partij natuurlijk, dat zijn vroeger natuurlijk ook de handlangers geweest. En die zegt, nou wat een erger, kan ik wel begrijpen. Maar van iedere andere partij zou je het als dingen anders vinden. Ja, maar ik zeg het hem ook rustig, ja. Dat maakt me helemaal niet uit. Maar daar ga ik ook mijn kruid niet op verschieten. Ik vind het onbegrijpelijk. Dat een gemeentebestuur, waar we een tijd geleden in de Boshelp een nieuwe mode is, dat iemand niet meer functioneert. Versta je onder dat die niet meer normaal is, voelt u wel, niet meer functioneert of dat hij weet ik wat ontoerekenbaar is. Nee, dat is een nieuwe term. En daar vraag ik mij af vandaag. Als ik zo'n brief schrijf en meneer Jagersma wordt mooi beantwoord, dan zeg ik toch ook, functioneert op het ogenblik het college. Dat is heel ander praat, dat is heel wat realistisch. Dat schijnt ook niet te functioneren. Zo bedien ik iemand niet wanneer ik de achtergronden weet. Dan zeg ik niet, kijk eens, u vraagt daar onteigening aan. Wel nee, die persoon heeft nummer 1 daar 30, 40.000 schulden ingestoken. En dat wantrouwen wat hij creëert, de heer Jagersma, die is daar niet van op de hoogte. Die moet ook het stuk maar eens lezen van 61, dat de gemeente met mij een overeenkomst aanging in Plan West. Bij wijze van spreken, waar ik de gemeente en Vught en Den Bosch op de knieën kreeg, wat een eer is, dat de rode theorie van de Partij van de Arbeider, de gronden af te nemen van de mensen, maar de omgekeerd zij vandaag ook van profiteren, niet zo direct mogelijk was, maar dat het doel van de onteigening, dat is een hele grote uitspraak die ik vandaag doe, in tegenstelling als de grote man op rechtsgebied, Kapijn en Capello, mannetje stout, vrouwtje gedaan, een procesdruk, een heel wat grotere eer is. En wat ook de Partij van de Arbeid in zijn zak kan steken. En wat ik won in 60 bij minister Witte. Het doel van onteigenen is niet het pesten van de Partij van de Arbeid en de macht te misbruiken. Het doel van de onteigening is op grond van een goedgekeurd plan. Weet u wel? Bestemmingsplan. Waar dan volksbouw zit. Men gaat niet onteigenen voor dure villa's. Op grond van een goedgekeurd bestemmingsplan voor volkshuisvesting. Dat kun je niet zeggen, die man doet niks, die moet een tijd hebben. En dat heb ik dus bewezen via Steenstra. En daar heeft de gemeente Den Bosch vandaag het voorrecht nog de heer Steenstra te hebben. Het grote voorrecht, een partij van Arbeid. En dat ze de centen op de tafel kunnen leggen, wat geen cent mee leggen. Gaan ze dan kapot, dat kan me niks schelen. Maar dat Steenstra is toen een man in opkomst, die kon niet bestaan. Want die kon bij een gemeente geen 400 huizen hebben. Dus daar heb ik gewonnen. Daar heb ik, wacht er even voor, een gevoel krijgt, want een gevoel kan nog veranderen. En dat de kwestie was dat daardoor bewezen wordt en de heer Witte ook belangrijk was. Meneer Margraaf moet eerst de mogelijkheid hebben om die huizen te bouwen. Dat kan natuurlijk niet in een ding. Want, en in Vught heb ik dat bewezen. En won ik het. In Den Bosch heb ik het bewezen. En toen natuurlijk in die tijd als ik een broodjurist was geweest, ja, zolang het dan werkt, als je natuurlijk iets hebt, totdat het natuurlijk algemeen is, net als bij een uitvinding, ja. Daar stond natuurlijk iedereen op te springen, op dit, dat je zelf deed, en nu leest men hetzelfde weer, een lachertje in de krant van vandaag, van Lid, waar het op een voorbereiding is. Ja, maar ik lig er niet van wakker. Ik zou haast kunnen zeggen, je moet erom bidden, want dan bracht het drie keer zoveel op. De bestemmingsdingen, laat er maar mee op. Maar even voor de duidelijkheid, u ligt niet alleen met Sertogenbosch in de clinch, u ligt ook met Lid in de clinch, met meerdere gemeenten. Ik heb af en toe het gevoel dat ik met u praat. Ja. Ik ben een eigenaarsman. Precies. Een van de grootste grondbezitters van... Dat gaat er niet om. Maar ik heb het gevoel dat ik praat met een verbitterd mens. Nee, dat heeft een heel fout gevoel. Ik ben gewoon een eigenaarsman en sta op mijn stuk. Dat is net hetzelfde als iemand, een voetballer, die is ook verbitterd op die bal. Hoe lang blijft de pand in de Vughtstraat? Die is bezeten op die bal, dat kun je ook zeggen, die is verbitterd. Die doet gewoon zijn dingen en wat ook. Dat is, zijn sport. Die kun je dan niet zeggen, die moeten anders zijn dingen in doen. Want dan, dit is gewoon de sport, die kun je ook uitleggen. Als hij er niet was en het niet deed, dan zou de opvolger er zijn die het dan deed. We sluiten dit gesprek af, meneer Margraaf. En dan wil ik eigenlijk van u horen, hoe lang blijft het pand in de Vughtstraat nog zo staan, denk u? Nou, dat ligt helemaal aan de gemeente, dat zij aan verplichtingen aankomt. Nummer 1, zal zij eens waarborg moeten stellen voor het bedrag van 2 ton. Nummer 2, dat doen ze? Nee, dat is mij nog helemaal niet duidelijk. Dat zal ze deponeren moeten. Ja? Dat is geen overeenkomst zoals ik... Daar gaan we vanuit dat gebeurt. Ja goed, dat zal ze moeten doen. En daarbuiten heeft zij toegezegd, wanneer dat meer dan 4 ton is, legt ze dat op tafel. Dus wanneer ik de huidige situatie zie... Ben ik best bereid om u dat dan te zeggen, dat als ik 4 of 410 heb verbouwd, dan zie ik te komen zover als ik kom. En dan kan dat
gezien deze bouw, wat dus een voorgevel is, Ampère, uit 1800. Het hele gebouw is van 1602 gebouwen, te weten, de drie keizers en Bompaard. U gaat en, af, u zegt, dan ga ik, onteigenen, daar ga ik daar is alleen tijd verlies, de verliezen ook altijd. De verliezen ze, zegt u, zonder meer, zonder en u gaat bouwen. Ja, dat is, ben ik jurist. Daar wil ik het gesprek mee afsluiten. En daar is het een ding. Het is jammer dat ik de oude historie van de Vugtendijk er niet verder over kan uitweiden. Ja. Dat is de tijd jammer genoeg. Maar de tijd is toch nog kort. Maar wanneer zij natuurlijk haar verplichtingen nakomt voor 4 ton, wat ze in de brief heeft geschreven, dan is het wat anders. Maar de heer Jagersma, die kan dat misschien niet weten. En daarom verwijt ik het ook hem niet. Maar zeg, het college had, wetende dat ik een bestek en een begroting had van de heer De Bond, en dat we hier zitten met 550 plus 10%, 18% is 7 ton totaal, dan is toch 2 ton op het eerste ogenblik een zeer fatsoenlijke, welwillend iets wat het ook op mij doet, maar eigenlijk een schijntje, gezien dit hele pand door de krakers verdeeld is. Dus we blijven het op de goed volgen, bedankt voor het gesprek. Altijd prima. Ik dank voor meneer De Bond voor de gelegenheid die mij geboden heb om te spreken, maar wij dachten dat we met ons 10 minuten te kort of te lang waren of de dingen, en dat blijken toch weer te kort te zijn. Ze zijn te kort. Ja, dus bedankt voor dit gesprek. Ja.